Goeiedag, pakketjes voor Westra. Je hebt een gouden penseel gewonnen. Jeetje, wat geweldig. Voor het best geïllustreerde Nederlandse kinderboek. De gouden penseel is dus voor Yvonne Jachtenberg, voor Hup Herman. Maar kom ik nou op het jeugdjournaal? Zeker. Ja. Wil je met een verrassing? Nou, dat dacht ik al. En het beste kinderboek is geschreven door Bette Westra. Uit elkaar heet het. Hoe voelt dat nou? Het is wel echt een verrassing. Ja, ja. Waarom denkt u dat u hem gewonnen heeft? Origineel en echt vanuit het perspectief van kinderen geschreven. Mijn vader is een lieverd. Mijn moeder is een schat. Maar dat mijn vader ooit iets met mijn moeder heeft gehad, dat kan ik niet begrijpen. Daar kan ik echt niet bij. Ze hebben niets, maar dan ook niets gemeen, behalve mij. Het boek heet Uit elkaar. Waar gaat het over? Ja, over uit elkaar gaan. En dat betekent dus dat je eerst bij elkaar moet zijn. Dus het gaat over ouders die eerst bij elkaar zijn en daarna weer uit elkaar gaan. Het kunnen ook opa's en oma's zijn. Het kunnen ook twee buurvrouwen zijn die uit elkaar gaan en die je mist. De Gouden Griffel is dit jaar dus voor Bette Westra. Ze is 62 en schrijft al meer dan 20 jaar kinderboeken, prentenboeken en dichtbundels. Ze won de prijs al eerder in 2015 met haar boek Doodgewoon. En nu dus weer. Ik heb voor gedichten gekozen omdat ik dan van heel veel verschillende kanten dat onderwerp kan bekijken. Dus ik kan het over kinderen hebben, ik kan het over opa's en oma's hebben, ik kan het over dieren hebben die bij elkaar blijven of uit elkaar gaan. Het boek staat vol met tekeningen, gedichten en met grapjes. Want scheiden hoeft niet alleen maar vervelend te zijn, zegt Bette. Als je uit elkaar gaat, hoop je ook dat je weer een nieuwe start kan maken. Je hoopt dat het voor je kinderen een nieuwe start is. Maar het kan zomaar gebeuren dat je ouders uit elkaar gaan en dat je vader of je moeder iemand treft met een stoere grote broer voor jou. Ja, dat is toch een van de leuke kanten. Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat uw favoriete gedicht is. Zou u hem eens voor kunnen lezen? Ja, graag. Ik moet even zoeken. Anouk heeft er een oma bij gekregen. Een oma met een grote grijze kat. Ze is ontzettend mager en verlegen. Heel anders dan de oma die ze had. Die oma nam een tijdje terug te benen. Ze vond opeens een andere opa lief, zei opa zacht toen oma was verdwenen. Op tafel naast de theepot lag een brief. Dag schat, ik ga iets maken van mijn leven met Juan Ramon. We gaan naar Uruguay om wilde avonturen te beleven. Ik vond je lief, maar wel een beetje saai.